Nee, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Het stond in NRC Handelsblad. Ja, ik ben al 10 jaar bezig om langs middelbare scholen te gaan. Om jongeren toch te enthousiasmeren om te lezen. Ik probeer soms schrijvers te reanimeren. Als in, niet schrijvers zelf, maar hun werk. Die vergeten zijn. Ja. Ik maak me echt hard voor de literatuur op allerlei mogelijke manieren. Want hoe gaat dat dan op zo'n school? Draag jij dan iets voor? Of ga je met die kinderen Nee, ik ga echt in gesprek. Mm-hmm. Je moet niet gaan voorlezen op een school. Want dan stoppen ze gewoon en gaan ze op de telefoon kijken. Weet ik wat? Nee. Ik praat echt met ze. En ik heb een persoonlijk verhaal. Zoals we net ook persoonlijke verhalen hebben gehoord. En ik leg uit dat het lezen van boeken mijn leven heeft gered. Als ik niet was gaan lezen, dan weet ik niet wat ik nu aan het doen was. Was ik misschien een Deventer Vita aan het verkopen of weet ik veel wat. Maar ik heb me wel echt uit een milieu gelezen, zeg ik altijd. Mm. En daarom is mijn leven ook veranderd. Vandaar dat ik dat ook graag zo verspreid. Want jouw leven gered, wat kan je dan schetsen van wat voor- en een na-moment? Ik denk, kijk, mijn ouders zijn allebei analfabeet. Dus die kunnen niet lezen en schrijven. Komen uit Turkije als gast. Ik ben nooit voorgelezen, et cetera. Dus, maar ik had er zelf een aanleg voor taal. Ik hield van verhalen, maar ik wist niet in welke vorm ik dat moest gieten. En pas toen ik ging lezen, leerde ik ook mezelf kennen en de wereld om me heen. Ik kwam niet letterlijk, maar wel figuurlijk in andere werelden. Wij leven natuurlijk heel gesegregeerd in de ghetto van Deventer. Ja, in Deventer heb je ook een ghetto. Opeens kom ik op andere plekken terecht. En dat heeft mij zoveel rijkdom gegeven. En ook heel veel andere zaken, als empathie en algemene kennis, sociale vaardigheden. Alles kwam uit boeken. En ja, dat wil je toch heel graag verspreiden ook. Ja,